Ja, ik denk, alles wat Hans heeft gezegd, uit mijn mond, dat het een wedstrijd was van rendement van kansen benutten, de effectiviteit daarvan. De aanvulling op alles wat hij heeft gezegd. We hadden inderdaad bewust gekozen om met Elvis in de spits te spelen. Dat had twee redenen. Ten eerste dat hij in de manier zoals wij verdedigen tegen hun daarna 1-1 zou kunnen komen te staan. En ook rondom Tuip en rondom Kramer, die al, ik denk, na vandaag 48 goals hebben gemaakt. Dat begint vooral bij hun buitenspelers in onze ogen. Als die in de 1-1 kunnen komen op snelheid, dan heeft elke ploeg daarin problemen. En dan, hoe je het bent of verkeerd, dan krijg je situatie in de rondom de 16 meter. En daar zijn hun bewezen dodelijk in. Dus dat zit vooral in de buitenspelers, vinden wij. Nou, daardoor hebben we met name aan de zijkant niet op voor Elfs gekozen, maar gewoon voor Nick en voor Daan. En dat deden we goed. Vooral omdat inderdaad daardoor wel het initiatief in de eerste fase, maar zonder echte kansen daarin te krijgen. Maak een mooie goal. Daar is van alles van te vinden, maar als je zo'n bal binnenschiet, dan mag je soms ook een keer klappen. Maar goed, ik denk dat wij gewoon goede kansen hebben gecreëerd en het rendement daarin was lager dan dat de komende kampioen, denk ik, al het heel seizoen heeft gehad. Ik wil je niet feliciteren, dat zou een beetje simplistisch zijn, denk ik, van een trainer om te roepen. Maar als ik deze ploeg inderdaad zie en hoe ze spelen en inderdaad ook misschien het gevoel geven aan de ploeg van neem maar even het initiatief en dan gewoon op resultaat kunnen spelen, dan denk ik dat we een grote kans gaan maken.